je dat mannen zich op hun werk aftrekken, dat best op regelmatige basis schijnt voor te komen. Dus dat je gewoon even naar de pleeg gaat en even aan het kinderarmje loopt springen. Ja. Maar ja, ik denk ja, heftig. Datzelfde heb ik ook wel eens gehoord over vrouwen. Ja, en Janice is even op pauze. Ondanks corona ging 2020 lekker. Baby Rylan werd geboren en we kochten een nieuw huis. Maar 3 weken na mijn verlof verloor ik mijn baan. Hoe zet ik mezelf weer op de markt? En hoe ziet mijn weg naar een nieuwe baan eruit? In mijn vlogs neem ik jou mee in mijn zoektocht naar een nieuwe job. Oudjaarsdag is het vandaag. Veel moet gebeuren. Boodschapjes moeten we doen. Wat voor boodschap? Wat voor boodschap? Lampjes ophangen. Oliebollen ophalen. Ja, wat ga je veranderen in 2021? Meer sporten. Dat is zo'n standaard goede voornemen. Meer werk te doen hebben, dat mag wel. Meer werk te doen hebben? Ja. Heb je te weinig werk? Ja, heel weinig. Ik ook. Nee, je hebt helemaal niks te doen. Nee, ik heb helemaal niks te doen. Weet je op wie je ruikt? Ja. Brainpower. Dat is echt onzin nu. Brainpower ziet er helemaal niet zo uit. Dat ga je er ook niet op zetten met je hoofd. Mensen vinden dat Paul Brainpower lijkt. Er nog een aantal klusjes gebeuren, zoals de... Eetgafelromp. Bonnen. Dit wordt hem, dit is hem. Dit is onze toeschouwer. Oudje Leon. Oudje. Sportoudje. Tussen. Op het menu staat... Zoute soep zonder ei. Is geen goede promotie, hè? Hè? Zal ik... Oké, we gaan Monopoly spelen. We snappen het spel alleen niet meer. Snap je het spel? Heb je het spel? Ja, want in eerste instantie dat... Eerste mag gooien. Ja, dat is degene die zo'n gooit. Tot ik maar 2, of niet? Ja, dat maakt toch niet uit? Nee, ik gooi met 1. Zo, Jenny gooit 6. Ai, nee, nee. 5. Gelukkig nieuwjaar, Marcel! Oei! Gelukkig. Ja, dank u wel. Jij ook. Het is 1 januari. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En weet je, ik heb over nagedacht en ik ga gewoon... Ik heb over nagedacht. Ik ga gewoon mijn vlogs lekker delen op LinkedIn. You know? New year, new me. Let's do it. Het is even een nieuwjaarsduikje aan het nemen. Lekker zwemmen, pik. Waarom moet je geen nieuwjaarsduik doen? Nee, zit er dit jaar niet in. Dit jaar niet in? Het is vandaag 2 januari, toch?
Dos Januaros. Happy New Year! Happy New Year! En het zijn mijn eerste bezoekers voor dit jaar. Hallo! 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 Mary Jane. Marie-Jean. Marie-Jean. En Felicia. Bye, Felice. Hi. Hi. Hi, Felice. Hoe gaat het? Heb je nou een uitkering aangevraagd? Oh ja. Ja, ik heb op tweede kerst een uitkering aangevraagd. Oh, echt tweede kerst, hè? Ja. Ja, toch soms ook. Als je aan het werk bent, dan denk je van, was ik maar even lekker gewoon vrij en niet werken. Ja. Maar op het moment dat je geen werk hebt, en je bent, dan vind je het niet chill, hoor. Nee. Maar je krijgt toch... Dan verlang je naar een baan. Niet dat je denkt, oké, deze tijd neem ik even om te relaxen tot ik werk heb. Wat zou ik dan denken? Nee, dat zou je dus denken. Ja. Dat dacht ik dus ook. Want ik zei tegen pa, weet je, dan heb ik gewoon lekker tijd met rijden, lekker chillen. Maar je chillt niet. Ik chill niet. Ik zit niet rustig. Ja, maar op het moment dat je geen werk hebt, dan ga je echt waarderen. Dan ga je je werk waarderen. Ja, dat geloof ik ook wel, hoor. Dan speelt er ook in je hoofd, oké, je bent 31 jaar. Ja. Terwijl je misschien als toen je jonger was, dacht je van, nou, als ik 31 ben, dan zit ik daar en daar en daar. Ja, dat wel. Maar ik denk dat heel veel 30-plussers, als je net 30 wordt, dat je wel een soort van, ik had verwacht dat ik vanaf mijn 30ste zou mijn leven er zo uitzien. Ik denk wel dat we dat allemaal wel hebben gehad, want ik had het daarvoor in ieder geval niet. Oké, en stel je raakt nu werkloos, hè? Stel. Ja. Wat zou jij doen? Nou, ik zou sowieso even lekker een weekje gaan bedenken wat zijn de dingen die je leuk vindt. En nu heb ik dus al bedacht, ik werd wakker, toen dacht ik, vandaag ga ik gebruiken om te bedenken wat ik leuk vind. Maar elke keer stel ik het uit. Nu zitten we hier op de bank, maar eigenlijk gewoon überhaupt gewoon de tijd nemen om erover na te denken. Dat zou ik doen. Maar waar zoek jij eigenlijk een baan in? In de branche die je kent? Of zou je iets heel anders willen doen? Nou, ik zou het liefst gewoon eigenlijk in de branche die ik ken. Want als ik iets heel anders zou gaan moeten doen, dan zou ik denk ik ook misschien wel omscholing moeten doen. Ja. Ja. Heb ik daar zin in? Heb ik daar tijd voor? En het is ook de tijd om te switchen, want nu heb je niet, je hebt nu niet iets om op terug te vallen of zo. Nee. Maar als je iets wil, iets anders wil, dan is dan nu de tijd om het te doen. Ja, ik zou inderdaad ook even alles opschrijven, dit soort dingen. En als je het gewoon visueel ziet, van wat kan er allemaal. Heel interessant. Hallo, het is dinsdag 4 januari en vandaag komt Katinka op bezoek. We gaan onze podcast De Pielenmuis verder uitwerken. En ik weet niet wat eruit komt, maar ik heb er super veel zin in. Ik denk dat het hilarisch gaat worden. Verder, ik heb natuurlijk gesolliciteerd. Ik heb nog niks te horen gekregen. Maar de ene sollicitatie moest ik voor 28 december inleveren. Ja, het is pas 4 januari, dus ik denk dat de meeste mensen nu pas beginnen met werken. En dus ik hoop het deze week of volgende week te horen. Wel ga ik nog verder solliciteren. Dus wellicht dat ik me meer ga informeren over omscholing. Welkom bij de eerste redactievergadering van de Pielenmuis. Ja, ik ben 52 en ik verbaas me erover dat dat gewoon nog steeds gebeurt. Dat er nog steeds jonge vrouwen zijn die lastig worden gevallen. Als je iemand iets verbiedt dat niet mag, gaan mensen dat toch altijd doen. Ja. Zou dat erachter zitten? Ik denk het wel. Dat het eigenlijk niet mag en dat je daarom doet? Nou, dat is jouw vroegste herinnering. Met de Pielenmuis? Ja, met een potloodzeter of een rukker. Moet ik je helpen met je verhaal? Ik kom zo van naar boven. Ik word er zo verdrietig van. Ja, dat snap ik. Ik kan me herinneren. Was het een hele lelijke Pielenmuis? Ja. Het blijkt gewoon dat ik mijn Pielenmuisverhaal... Verdrukt. Weggedrukt. Trouwen. Ja. Ja. Ze gaan zo EMDR doen met een Pielenmuis. Zo. Maar goed. Ja, is het een vrouw of een mannenring? Hè? Nou, ik denk een mannenring. Ik heb het nog nooit gehoord van vrouwen ook niet. Een vrouwelijke potloodventer. Nee, is een vrouw die dan als skirtend de regenjas opentrekt of zo. Nee, nog nooit. Nou, ik denk dat wel veel bekijk zal trekken. Was dat als jullie een man zien of als je een man ziet. Wij voelen ons bedreigd. Dan kijk je één keer en denk je, dan kijk je meteen weg. Ja. En als een man een vrouw ziet, dan denk je wel van, wow, what the fuck is dit? Maar dan kijk je misschien ook. Even kijken. Oh, ja. Ik heb het wel gelezen dat mannen zich op hun werk aftrekken. Dat
best op regelmatige basis schijnt voor te komen. Dus dat je gewoon even naar de pleeg gaat en even aan het kinderarmje loopt springen. Ja. Maar ja, ik denk ja, heftig. Datzelfde heb ik ook wel eens gehoord over vrouwen. Ja, en Julie is even op pauze. Hoe was je beetje dus ook? Ja, best wel oké. Die meiden waren langs geweest. Katinka was langs geweest. Mm-hmm. Heb je gezien voor de podcast. Mm-hmm. Op sollicitatiegebied, ja, ik heb eigenlijk nog geen bericht ontvangen. Maar ja, van Talpa. En van radio. Maar ja, het is ook vakantie natuurlijk. Oud en nieuw zit ertussen, dus het is een beetje rustig. Dat zelf ook een beetje rustig. En nu zit ik misschien ook over na te denken om me te laten omscholen. Hoezo? Voor wat? Ja, die beide een verlies zijn misschien van ja, het is nu wel de tijd. En als je iets misschien niet in je branche kan vinden, mm-hmm. kun je altijd dat nog doen. Dan kijken naar baantjes die, waar wel veel aanbod of vraag naar is. Via het UWV? Bij wijze van, dan moet ik even uitzoeken. Oké, of zelf? Ja. Alleen je weet nog niet welke richting. Nou, ik dacht misschien in de rol als begeleiding op hogescholen of op mediacollege of zo. MBO of HBO dus? Ja. Maakt niet zo uit. Nee. Onderwijs? Ja, met jongeren lijkt me wel leuk. Ja, onderwijs? Onderwijs, ja. Of met jongeren? Allebei. Oké. Ja, dus, onderwijs. Dus dat kan ook los van het onderwijs zijn? Ja. Nou, het liefst met jongeren. Ja, maar ook los van onderwijs. Het kan ook gewoon met jongeren zijn en niet zozeer in het onderwijs alleen. Ja. Ja. Goeie vraag. Dat moet ik even voor mezelf nog even verder uitwerken. Oh ja. Er zijn zoveel opties. Er zijn zoveel opties. Dus dat was mijn weekje. Het zit er weer op. Mooi, Julissa. Mooi, hè. Mooi.